Vandaag gaan we proberen om 2 en misschien 3 records te breken. Nummer 1 is de squat. Mijn oude record die staat op 180, dus die willen we in ieder geval naar 190 krijgen. En vanaf daar kijk ik wel weer even aan. Het bankdrukken is een keer 105 gelukt, dat is het oude record. Misschien dat hij naar 107,5 gaat. Ik ga er niet echt van uit, want de laatste tijd tijdens het trainen en het programmeren ging die oefening niet super, maar dat gaan we ook zien. En als laatste natuurlijk de deadlift, die was 190 kilo en die moet eindelijk wel een keer over die 200 heen gaan. Ben benieuwd. Dat ging goed. Easy. Die was easy. Ik ben in twijfel. Ga ik eerlijk bekennen. Voor de 190? Ja. Precies! Ik wil hem wel even zien zo. Okay. Niet de meest mooi uitgevoerde squat, maar lukt wel. Yeah. Mooi. En dan bankdrukken. Nog 80, dan 100. En vanaf daar kijken we. Dat is 100, dat ging goed. Makkelijk. Ik zei het toch? Makkelijk. 110 proberen? Ja joh. Oké, okay, even rusten aan 110. Zo, die was zwaar. Oh. Maar je hebt hem wel. Ik heb hem wel. Hij zal niet volgens de powerliftregels worden goedgekeurd. Maar hij is nu 5 kilo meer dan de vorige, toch? 5 kilo meer dan de vorige keer, dus. Nee. Meer is meer. Wel aan mijn onderrug, zeker het bankdrukken. Dat squatten voelde ik hem al, dat ik gewoon dat hij leeg raakte. Bij het squatten, bij het bankdrukken, was hij een beetje, trok hij iets te hol. Mm-hmm. En nou dit er nog achteraan. Dus mijn rug is echt wel op. Mijn benen kunnen echt nog wel wat hebben. Maar ik merk wel dat mijn rug echt op begint te raken. Dat is altijd een zwakke punt. Okay. 150, 180 en dan 200. Hoop ik. Mooi, 180. Oh. Guns N' Roses. Dat ging. Deze was 180, toch? Ja. Ben benieuwd. Mooi. 200. Positieve dag. Geen op- of aanmerkingen voor de rest. Als je nog niet was geabonneerd, dan moet je dat natuurlijk doen. En als je wel was geabonneerd, dan zie ik je bij de volgende video.